Ja, er zijn ook een paar mensen mee, dat ding. Huh? Er zijn ook een paar mensen mee, dat ding. Nee. Ja, we zullen dat nog wel zien. Ja, alles buiten. Ik heb mijn matjes waren nat en kapot, dus die heb ik hier gewoon gelaten. Twee kousen heb ik ook hier gelaten. En mijn slaapzak ook, want die was ook, ja, niet meer. Maar de rest, ja, maar de rest heb ik allemaal terug bij. Misschien niet veel nodig. Ja, ginder. Ja, ook zo, alleen redelijk nat ook wel. Redelijk, ja. Ja, maar, ja, nat. Ja, maar toch. Toen ze uit de wachten in die stond te wachten in dat tentje maar door. Ja, is goed. Toen was mijn rust niet echt hoor. Ah, ontwachten hè, toen ze hier ons komen aan. Ik kon er echt niet droog aan staan. Nee. Niet zo dat randje zo, maar wij posten. Nee, dat valt goed mee, alleen mijn voeten een beetje. Ja, we zaten dus op de camping en het was heel weer weer. Echt veel te warm. En we zagen dus dat het aan het overtrekken was. En dan zijn we ja, naar de wei gegaan om in de boilerroom te gaan staan. Voor als we het droog waren, als het ging regenen. Maar het begin begon ineens heel hard te regenen, te halen. En dan, ja, het was zo erg dat het als binnen in de tent regende. En als het gedaan was, wouden we naar de camping gaan om te zien hoe dat onze tenten eruit zagen. En ja, we kwamen daar buiten en dat was gewoon één. Maar waar is die slagen? Ballroom? Die is toch ingestort, hè? Ja, toen wij daarin stonden, niemand naar... Nee, die is niet ingestort. Nee. Alleen de château of wat? Château en de club zijn helemaal ingestort. En dat stond vol volk. Dat is gewoon weg. Ja, weg. En dan naast de boiler waren ze van die over... van die zeilen en dat is wel ingestort, zo al die dingen. Ja, en dan gingen we naar de camping om te zien hoe dat erbij lag. En alles ja gewoon één vijver. En dan gingen we naar onze tenten en onze tenten waren nog redelijk droog vergeleken met anderen. Stonden er nog de tenten? Ja, mijn tent en zijn tent was nog droog van binnen ook. Ook nog? Ja, we waren nog met andere mannen, maar die tent lag helemaal omver en ja, doorweekt. Ja, want sommigen zeiden op de camping vlogen de tenten over. Ja, dus dat waren die party tents die dan allemaal weggevlogen. En de gewoon tentjes die blijven staan. Ja? Ja. Maar die van mij. Ik heb er ook zo ja, van die tenten en die stonden dan ergens in de hoek. En daar ja. Ja. Als daar een beetje regent, dan komt het daar naar plassen. En dan ja, maar echt zo stiekem overal plassen waren. Allee, echt gewoon een hele plas. En ja, die tenten waren verloren. Maar dat ook gewoon waar dat modder was, waar het ook een beetje nat was. En daar zaten wij dan. Dus dat viel dan nog mee. En dan zijn we zo naar, alleen naar die infopost geweest om te horen. Allee, ze hadden daar nieuws op gezet en dan zei die organisator dat er 3 doden en 62 gewonden waren en dat het programma van vandaag sowieso gedaan is en dat ze misschien mooi nog verder gaan en dat het heel beperkt programma zal zijn. En dat... Om wat uur was het dat die organisator dat zei? Welke uur was dat, Bart? Het was nog licht toen. Maar... Denk 9:30 of zoiets dat dat was. Ah. Dan kwam maar ja, nee, niks het nieuws van 9 denk ik. Ja, zoiets van 9. Maar hij heeft niks gezegd van ga naar huis of blijf hier of kom nog. Ja, nee, nou, wisten echt niet wat dat nee, moesten doen. Hij heeft niks gezegd wat eigenlijk de kamp mensen moesten doen. Ze wisten het ook niet. Nee, Chokri wist zelf niet wat dat moest. Ja, dus dan was het dan ongeveer en dan zijn we naar hier gekomen. Heb je gewonden gezien? Nee. Maar er was wel iemand die zo een stuk van een tent op zijn arm had gekregen en heel zijn arm was er af. Ja. Met zijn heeft... arm eraf? Ja, was zo stuk, die zat zo in die club of in de château en er was zo een stuk van die tent op zijn heel gevallen en zijn arm was er gewoon af. Mijn zus heeft mee moeten verzorgen. Ja. Die is zo verpleegster en die is mee moeten gaan helpen en heeft hij zo meegedragen en zo. Maar het is een arm. Er waren ook dan in die boiler room zo gehandicapten met zo'n elektrische rolstoel en die zaten daar dan helemaal nat en dat was wel erg eigenlijk. Ja. Die gaken nu weg in die modder. Allee ja, toen moesten die denk ik echt komen oppakken en ergens naartoe, want die raakten gewoon niet weg en dat was wel een beetje erg om te zien dat die daar zo in de rol. Die een heel palet of zo nat. Ja, nee. die mensen die daarmee mee waren, die waren daar echt zo over gaan hangen en zo. Mm. Die, ja, als die zo over gaan hangen, zodat die niet te nat zouden worden. Want allee ja, het is wel erg als je zo zwaar gehandicapt zijn, dat je dan helemaal nat wordt en zo.
Want het was zo erg zo, dat zelfs in de tent zelf de hard, kon, ja, hard regende. Nee. En dat je gewoon niet meer uit de tent kon zien. Het was gewoon regen. Ja, je kon niks. Ja, je kon gewoon. Ja, je zag niks. Je zag zo keiharde mist precies, maar het was gewoon van de regen. Dus dat was echt ziek. Ja, dat hebben we hier ook gezien. Dat is maar een kilometer hier vanaf. Er raakt niks in meteen. Nee, maar ja. Nee, heb je schrik gehad op een bepaald moment? Ja, alleen, want je zag de boiler zo, ja, dat water zo erop gezien, gewoon zo wat in te zakken zo, alleen van boven zo, en aan de zijkant, en als dan, oei, als het nu nog verder regent, dan zijn we misschien geschadeld. Heb jij ze aan de chateau zien, van wat? Nee, wij liepen daar zo voorbij, we zagen dat die club lag zo half neer, en die chateau was gewoon helemaal weg. Ja, dus, en je wist dat daar veel gevolgen van was? Ja, dat wist je niet. En dan zijn er twee mensen tegenkomen op de camping die in die chateau stonden. Maar die zijn, ja, dat schijnt dat hij gewoon in de zak is, iedereen allee, roepend naar buiten gelopen uit die tent. Maar het voor een paar mensen, ja, te laat was dat die eronder zaten. Was het paniek? Ja, ze zei dat er heel veel paniek was, dat iedereen gewoon te roepen en dat iedereen naar buiten steunde. Ja, onder de hand dat ik ook heb wel eens ingestort. Ja, dat was wel. Ja. Dus, dat was wel... Was het op de camping paniek? Nee, maar iedereen was wel echt van alle. Ja, het was zo meer van shit, we hebben bagages nat. Yes, we hebben geluk, want bagages niet nat. Dus dat is zo, nou ja, gemengde gevoelens wel. Want nee, ik had stukken dat echt zo, ja, gewoon ene vijver was, maar ik had ook stukken dat gewoon lichte modder was. Dus. Ja, en dan jammer, en dan sommige mensen waren naast die bomen en er was dan een boom op een tent gevallen en er lag iemand in en die is ook dood. Dus... Is op de camping ook een boom omgewaaid? Ja, de camping is één overleden. Dus... Stonden daar ook bomen op de camping? Ja, dus aan de zijkant waren er bomen en die lag blijkbaar in zijn tent en dan... Nee, dat kan niet. Dat lukt niet, dus dat maakt niet uit. Nee, die lukt niet. Ja, dus die lag er een blijkbaar in zijn tent en dan was een boom gevallen en lag daar gewoon los onder. En dan was hij dood. Morgen doek en zo wel, hè. Maar ja, wat kun je doen? Er zijn bijna drie tenten weg ofzo, alleen. Ja, en die mannen waar dat we bij mee waren, die van Baal zo. Ja. Die tenten waren echt weg. Hè. Ja, weg. Ja. Dat buiten... En ene echt zo'n vijver in zijn tent. Van buiten zijn er af gewoon een gebieden tentje. Misschien niet verder bij, maar heel achteraan dan. Zo. En dan moet je naar huis. Ja. Maar rap nog proberen al je bonnetjes op te doen, want ja, als je toch weet dat het gedaan is, ga er rap nog iets eten of iets drinken, want allee, zet er anders niks meer mee. Er is heel veel volk naar huis gegaan. Ja. Iedereen was van samen aan het werken. Ja. Goed. Iedereen wil echt wel een op de camping. Ja, maar bijvoorbeeld als er nu Engelsmannen zijn, ja, die kunnen niet zeggen, we gaan naar huis. Nee. Alleen dat is dan wel. Maar dat er nu de sport al of zo al open gezet? In Grensland. In Grensland van Frankrijk. Ja, want we hoorden, toen we uit de tent kwamen, hoorden we al ambulances en dan politie en dan wisten we al hoe laat dat wel was ongeveer. Constant ambulances, ja, 2-3 uren juist nog zelfs. Ja, dus. Ja, 62 gewonden en... Nee, over 70 gewonden, waar een deel zwaar gewond van zijn. Ja. Dat is het laatste wat ik gezien heb, juist op de VRT-website. 3 doden alleszins, geloof ik.